We kennen je grootste geheim dat je er ouders niet weet. Ga je het vertellen of ik? Hoe kan ik dat vertellen? Ik heb een keer naar een vijf en hebben ze bedden moeten pissen. Wat dan? Ja, we moeten pesten in zijn bedden, ja. We pesten in zijn bedden? Van de drank, ja. Die kerel, mijn hele matrasje kapot, hè? Hey, volgende dag naar het vuilpark, jongen. Het is helemaal kapot, jongen. Echt, liters bier dat er daaruit kwam. Niet normaal, jongen. Ze mogen het dat toch niet aan, jongen. Ik pees dat het dood ging, jongen. Zoveel. Een carnaval zet er door, even. Ja, ik weet het niet, ja. Heel die matrassen verbloekt. Ja, ik werd er niet water, ja. Nee, dan. Hebben we gepest in je broek? Maar serieus, maar serieus, hè. En zo zegt hij, ja nee, ik moet niet meer pissen, weet. Voordat hij ging slapen, nee, moet niet meer pissen, weet. Ik ga dat morgen nog een twee doen. Godverdomme, mijn hele matras was kapot, jongen. Ik was vroeger een vis en in de Jimmy. En dat beest was zo hard aan het trim. En ik mocht dat niet haren. En wat heb ik gedaan? Ik heb die vis gewoon levend in de wc gehooid. En dacht, ja, ik heb gezegd dat mijn ouders thuis waren. Ja, dat beest is dood. Ik heb hem in de wc gehooid. Maar ja, hij leefde eigenlijk nog. Rest in peace, Jimmy. Mijn grootste geheim is dat ik met hem, met die kerel heb gelekt. Dezelfde avond, nee, in die natte matras. Is het wat? Nee, dat is helemaal. Dat kan niet zijn. Nee, je weet het niet meer, je weet het niet meer, die kerel. Ik was mullendroeker, die kerel. Je is alles vreemd van die avond. Hey, maar het was goed, jongen. Wat dan, eerste zin? Ho, ho. Alleen maar jullie, hè. YOLO, YOLO, even. Ja. Dus dat, ja. Hey, goed. Het was goed. Allee, het was goed. We zijn content. Ja, van mij was het, ik was bij een vriend zijn huis, maar hij had zijn vriendin mee. En ik, ja, ik was een beetje in zijn kamer. En ik hoorde hem er naar boven rennen. En ren mee. En ze begon, ja, te muilen en zo. En ik in paniek, ik verstop me in de kast. En wat doen ze? Ze bijten nu. En ik zit daar gewoon in die kast te wachten tot ze klaar zijn. Wat zijn in die kasten? Wat bleef? Hij zat in die kast. Ja, ik was bang. Ik dacht dat ze me gingen zien. Want de kast stond niet, ik kon niet helemaal dicht. En ze waren daar rood aan doen. Ja, dat is mijn rood zijn, denk ik. Ja, mannen. Ja, echt een trauma. Echt een hele grote trauma. Ja, kan dat wel doen. Ja, wel.